vibrato creëer je door je vingers op de snaar te zetten en met je hand een beetje heen en weer te wiebelen. En dan krijgt de klank krijgt een beetje een mooi glanzend randje erop. Dus als ik zonder vibrato zou spelen. Past misschien beter bij barokmuziek, maar is voor dit een beetje kaal. Dus als je gaat vibreren, dan speel je, doe je precies hetzelfde, maar je blijft je hand bewegen. En de moeilijkheid is eigenlijk om je hand te blijven bewegen terwijl je verschillende vingers opzet. Dat is wel een beetje hogeschoolwerk, maar dat is uiteindelijk waar je naartoe wilt, dat het een continu vibrato is. In dit geval ook nog zou ik vooral een klein, dus niet heel groot, maar klein en snel vibrato gebruiken. Thank you.